Zijne majesteit koning Albert en hun koninklijke hoogheden prinses Astrid en prins Laurens. Sa majesté le roi Albert et leurs altesses royales la princesse Astrid et le prince Laurens. Zijne majesteit koning Albert en ihre koninklijke hoogheden prinsessen Astrid en prins Laurens. Sire, Altesse Royale, la présidente, également Madame la présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le président de la Chambre des représentants, Dames en Heren, chers invités, beste genodigden, et absolument ravi de pouvoir accueillir tous ces jeunes. Dank je wel aan al die jongeren om hier te zijn, ook de jongeren van onze jeugdbewegingen. Het is hier in deze vergaderzaal doordrenkt van geschiedenis natuurlijk. Hè, waar dat we altijd kijken naar de waarden van onze Belgische democratie. Waar we ook kijken naar de stemmen van onze gemeenschappen. En die ook proberen te vertegenwoordigen. En ik denk dat jullie die dynamiek hier vandaag ook echt wel kunnen voelen. Je suis donc ravie de pouvoir vous accueillir nombreux dans l'hémicycle du Sénat. Là où on représente au quotidien. Les valeurs de notre démocratie et c'est ça que nous voulons également créer aujourd'hui. Je crois même que l'agencement circulaire de l'hémicycle crée cette atmosphère, ce dialogue, cet esprit ouvert naturellement et constructif pour la fête du roi, un moment solennel mais également un moment de fierté naturellement. De notre pays. Alors, est-ce que le 15 novembre, c'est une date qui a été choisie par hasard? Non, car c'est également la date qui correspond au nom Saint-Léopold, un nom Léopold naturellement de trois de nos souverains. Dus 15 november is natuurlijk niet per toeval gekozen. Het komt overeen met ook de naamdag Leopold en... Ik weet niet of velen onder jullie dat weten. Het is trouwens ook de feestdag van onze Duitsstalige gemeenschappen. We hebben ook in ons panel iemand van de Duitsstalige gemeenschap en heel wat mensen hier ook aanwezig. Dus ook hen wensen we fijne festiviteiten. Ik wil ook onze Duitssprekende gemeenschap begroeten en hartelijk welkom heißen. Dank je. Een schöne feiertag en festdag des Konings. Dank je wel alvast. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont au courant, cette journée particulière, tout d'abord, c'est une cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Michel et Gudule, et suivie alors par une cérémonie civile, ici même, au Parlement fédéral. Peut-être quelque chose de marquant, amusant, c'est que le roi lui-même n'est jamais présent. Ce n'est pas une faute d'agenda ou une erreur, mais c'est la tradition. En waarom is de huidige koning zelf niet aanwezig? Omdat hij wil benadrukken dat hij er natuurlijk is voor zijn burgers en dat deze dag er eentje is om onze monarchie te eren en niet de koning als persoon. Toutefois, nous sommes très fiers et ravis de pouvoir accueillir ici leur majesté le roi Albert,
les Altesses royales, la princesse Astrid, Prince Lawrence, qui vont également célébrer avec nous les valeurs de notre pays, les valeurs qui nous rassemblent. Et qui dit rassemblement, dit, je crois également, mouvement de jeunesse. Grandir, se dépasser et partager des moments émouvants, inspirants, et j'espère que tout à l'heure, nous allons également partager des moments marrants aussi, hein, want een beetje plezier hebben in het leven, dat willen we of gunnen we onze Belgische burgers natuurlijk ook. Ik denk dat we daarom van start mogen gaan op een iets wat minder traditionele manier. We hebben die jeugdbewegingen uitgenodigd. Zingen is iets wat hen heel vaak verbindt, daar wil ik het zo dadelijk over hebben. Maar vaak hebben zij ook een soort kreet, een openingskreet, een statement. En die willen ze vandaag heel graag met ons delen. Donc je crois pour débuter d'une manière officielle, je voudrais inviter les mouvements de jeunesse à partager avec nous leur chant, leur cri, leur rituel d'ouverture. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ze gaan natuurlijk ook gesteund worden door de andere leden die in de zaal aanwezig zijn. Je demande tout d'abord d'accueillir Giro Jeugd Vlaanderen. Als je het mij vraagt... Giro! Dankjewel. Les guides. Guide du jour. Fos. Fos op een scouting. Vieren Vosser. Echte scout. Merci, dankjewel. Les scouts. Scout toujours. Prêt. Welkom ook van de Jeugdbond Natuur en Milieu. JN. Patro. Patronnez toujours. Mieux dans nos patrons, goûtons la pure ivresse des plaisirs sains et des épins joyeux. Que l'amitié toujours régnant maîtresse, la charité sera dans nos jeux. Salut à toi, blé vert, symbole de jeunesse, enlaçant la croix d'or, emblème de la foi. Salut tout joyeux blanc, proclame la noblesse des cœurs, voyons et puis unis au divin roi. Blason de notre patron, tu chantes l'allégresse, tu brilles sur le cœur, nous sommes fiers de toi. Patronnez toujours mieux. Bravo, bravo. Si on cherche encore quelqu'un pour représenter notre pays lors de l'Eurovision, merci. Robin, également, catholique. Anu, Voreux. Anu, Voreux. Anu, Voreux. Bru. Dankjewel, dankjewel Robin. Scout et guide pluraliste, Lily. Scout toujours, prêt. Guide soi, prêt. Jamais deux, sans trois. Merci, jamais deux, sans trois. À la fin, Natuur Scouts en Gidsen Vlaanderen. Onderweg, opgestoken. Onderweg opgestoken. En met die wijze woorden wil ik alvast doorgaan naar het volgende stukje, want ik denk dat we inderdaad nog heel wat gaan opsteken deze voormiddag. Merci pour ce moment plein d'enthousiasme. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, chers invités, poursuivre avec un discours de madame la présidente du Sénat, Valérie Debeu. Tout d'abord, on voudrait vraiment vous remercier pour l'accueil chaleureux. Maar ik weet ook dat u een bijzonder sterke dame bent, met heel wat overtuiging en betrokkenheid, en dat u zich ook in het bijzonder inzet voor de jeugd en de kansarmere jongen in onze maatschappij. Dus ik geef u met heel veel plezier het woord. On peut l'accueillir. Dank u wel. Sire, Altesse royale, meneer de voorzitter van de Kamer, meneer de eerste minister, monsieur le vice-premier ministre, chers membres de gouvernement, chers collègues, mesdames et messieurs, beste leden van de jeugdbewegingen, chers membres des mouvements de jeunesse, l'honneur me revient en ce jour de la fête du roi, placé cette année sous le thème des mouvements de jeunesse, de vous souhaiter la bienvenue en ma qualité de présidente du Sénat, dans le prestigieux hémicycle de notre Assemblée, lieu chargé d'histoire et engagé de longue date dans une réflexion continue en matière de droits de l'enfant.
Er wordt vaak gesteld dat het echte ontwikkelingsniveau van een land kan worden afgemeten aan de aandacht die het aan zijn kinderen besteedt. En de Senaat is echt trots hieraan een belangrijke bijdrage te hebben geleverd. Je pense notamment à l'initiation des jeunes au processus démocratique par l'accueil annuel du Parlement jeunesse ou par l'organisation de nombreuses activités réservées aux jeunes, à l'instar de la journée Place aux enfants, qui leur permet d'apprendre dès leur plus jeune âge l'importance de la démocratie et le fonctionnement d'un Parlement. Notre Assemblée peut également être fière d'avoir été à l'origine de la révision du titre 2 de la Constitution en vue d'y insérer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits de l'enfant au respect de son intégrité morale, physique, mentale et sexuelle. Zo bepaalt het derde lid van het nieuwe ingevoerde artikel 22 bis. Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. In dat opzicht spelen de jeugdbewegingen die we vandaag verwelkomen een essentiële rol die in de schijnwerpers moeten zetten. Ze bieden het hele jaar door aan alle jongeren zonder onderscheid ruimte voor openheid, participatie en actief burgerschap. Het zijn plaatsen voor opvoeding door actie, die net als sportclubs en andere buitenschoolse activiteiten een derde leefomgeving vormen als aanvulling op het gezin en de school. De recente feestelijkheden ter gelegenheid van een 90-jarig bestaan van de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en Brussel, Giro, hebben de dynamiek en de duurzaamheid van dit soort organisatie die tot doel hebben de verantwoordelijkheid zien en de vaardigheden van jongeren te ontwikkelen, is te ver gezet. Ik wil me vandaag in het bijzonder richten tot hun delegatie, hun vreugde delen en feliciteren en hen veel succes wensen bij hun toekomstige activiteiten. Symbool d'énergie, d'idéalisme et de courage, la jeunesse représente toujours une force vive, riche des aspirations propres à ce moment de l'existence. C'est dans cet esprit que le roi Philippe, l'an dernier lors du traditionnel discours de Noël, nous a rappelé que la force de l'espérance, ce sont aussi nos enfants, ceux qui naissent aujourd'hui et ceux qui naîtront demain. Car toute génération nouvelle porte en elle des idées fortes pour construire un avenir meilleur. Pour les mouvements de jeunesse reconnus, aujourd'hui ici largement représentés, et quelle que soit leur dénomination, patro, scout, guide pluraliste ou guide tout court, il s'agit derrière les activités ludiques, en pleine nature, de mettre en place une vie communautaire où les valeurs démocratiques se pratiquent quotidiennement dans une relation équilibré. Elke jongere maakt er van jongs af een deel uit van een kleine groep leeftijdgenoten met wie hij samen moet leren functioneren. Jongeren leren er de rechten en plichten kennen die bij de democratische waarden horen. Hun rechten worden herkend, het feit gehoord te worden bijvoorbeeld, maar er is ook aandacht voor de plichten die daaruit voortvloeien. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen die een jeugdbeweging hebben gezeten, gemiddeld meer betrokken zijn bij het maatschappelijk leven. Maar ook dat ze zich beter bewust zijn van de uitdagingen van het milieu en een betere mentale gezondheid hebben. België is übrigens dat Europese land met het hoogste aantal aan jugendlichten die in jugendbewegingen actief zijn. Dit engagement wordt ook niet zelden von Generation zu Generation weitergegeben. Le mouvement de jeunesse est un endroit où le jeune peut s'épanouir sur un plan personnel, apprendre des valeurs, faire des rencontres, être encouragé mais aussi prendre des responsabilités. Het vrijwillige karakter van dit engagement daaruit utilitarische model van de huidige wereld uit. Het biedt om zijn minst een relativerende kijk op vragen over de directe of indirecte belangen die spelen in menselijke relaties. Le roi Baudouin, totémisé, élan, loyal,
avait été louveteau puis scout à la 3e unité de Laeken. Il avait déclaré lors d'une rencontre avec les autorités scouts : Je garde un tel souvenir de mes années de scoutisme et de sentir vibrer toute cette fraternité qui peut aussi efficacement mêler en un même toutes les diverses classes sociales. Les tendances humaines les plus variées. Avant de conclure, à une époque où l'on songe généralement plus qu'à ses droits, vous devez être ceux qui ne pensent qu'à leurs devoirs. On the jeugdbewegingen zijn een echte levensschool voor jongeren. In alle lagen van de bevolking en niet het hele land. En ze zijn een project voor het individu en voor de samenleving. Ze reiken jongeren de hand, spelen in op hun zorgen en verwachtingen en moedigen hen aan om nuttige en duurzame vaardigheden te ontwikkelen. Sachant que la protection des enfants est un souci constant de notre roi, de notre reine, de la famille royale dans son ensemble et connaissant par ailleurs l'attachement de notre monarchie pour les mouvements de jeunesse, ne pouvait-on trouver meilleure occasion en ce jour de fête de les mettre à l'honneur et de leur donner la parole ? Enfin, toutes mes pensées vont à la reine Paola, actuellement souffrante à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Sa présence nous manque tout particulièrement en ce jour de célébration. Je tiens par ailleurs à faire part à leur majesté du sentiment de reconnaissance que nous éprouvons tous pour leur engagement au service de notre pays. Ik dank u, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces paroles inspirantes. Je sais que l'éducation et sensibilisation est quand même assez important pour vous aussi. En ce qui concerne ces jeunes, ce sont même des sujets qui sont abordés ici dans l'hémicycle au quotidien. Ik zou nu alvast heel graag ook de premier Alexander De Croo willen uitnodigen als groot liefhebber van sport en natuur. Dat is al een eerste link met jeugdbewegingen, maar ook iemand die als persoon vindt dat onze jeugd een centrale plaats moet hebben in de maatschappij. Dat is niet alleen een boodschap die hij zelf zo doorgeeft aan zijn kinderen, maar naar ik begrepen heb, zelf als zoon van twee hardwerkende ouders op kamp ging in Frankrijk, waar hij natuurlijk heel veel ervaringen opdeed, waar ze hem ook Le Petit Belge noemden. Maar ik ben ervan overtuigd dat door die ervaringen en de link met jeugdbewegingen u zich van binnen wel aan Grand Belge voelt. Dames en heren, het woord is aan notre premier ministre, de heer Alexander De Croo. Sire, mevrouw, monseigneur, dames en heren. Youth is not a time of life, it is a state of mind. Voor vele duizenden leden van jeugdbewegingen zijn die woorden een levensmotto. Iets wat ze elke dag meenemen. Het Belgische jeugdwerk is bij het allerbeste ter wereld. Ons netwerk van verenigingen wordt geroemd omdat het pluralistisch is, omdat het toegankelijk is en omdat het inclusief is. Jeugdorganisaties die bouwen mee aan onze samenleving. Ze versterken onze samenleving, ze maken onze samenleving ook weerbaarder. In die jeugdbewegingen gaan jongeren op ontdekking. Ze zorgen voor elkaar. Ze leren leiding geven en ze maken ook best wel veel plezier. Ze leggen ook contacten voor het leven en ze komen tot besef dat samenwerken best nuttig is. Niet altijd gemakkelijk, maar wel iets dat bijzonder lonend kan zijn. Les mouvements de jeunesse contribuent à façonner le vivre ensemble, en créant un espace où le collectif prime l'individuel et où chacun se sent à sa place. Sa Majesté le Roi lui-même partageait son expérience chez les scouts, des moments inoubliables qui l'ont construit et qui l'ont inspiré. La famille royale s'engage au quotidien en faveur des mouvements de jeunesse, reconnaissant ainsi la valeur ajoutée inestimable qu'ils apportent à la collectivité. Pour beaucoup, notre société apparaît polarisée et laisse entrevoir peu d'espoir. La dure réalité du monde actuel vient saper l'optimisme. Nos enfants représentent
l'avenir à nos yeux. Mais aujourd'hui, ils peuvent aussi nous proposer une autre perspective. Nous pouvons apprendre des jeunes en regardant le monde et la politique à travers le prisme des jeunes et des enfants. Car souvent, ils analysent avec beaucoup de justesse le fonctionnement de nos sociétés, et souvent les parents le savent très bien. Les décisions que nous prenons, ou que nous ne prenons pas, aujourd'hui auront un lourd impact sur leur avenir. Et en politique, trop souvent, le court terme prime. Avec tout pour la prochaine échéance, le prochain JT, la prochaine crise, les prochaines élections. En cela, les jeunes générations plus spontanées peuvent nous aider à élargir notre horizon. Chaque jour, je rencontre des garçons et des filles qui m'épatent par leur connaissance et par leur volonté de changer le monde. Junge Studierende mit Eigeninitiative und Unternehmensgeist. Schüler und Schülerinnen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen und auf schnelles Handeln trägen und unsere Klimaziele zu erreichen. Jugendliche, die sich neben der Schule freiwillig in der Jugendbewegung, in lokale Jugendhaus oder als pflegende Angehörige engagieren. Heute möchten wir erneut unsere tiefe Wertschätzung für euch zum Ausdruck bringen. Jugendarbeit kann nur dank eurer Hingabe und Einsatzbereitheit bestehen. Ich bin Peter von einem echten Scout. Als er terug thuis komt, met zijn kleren vuil, de wangen rood van de inspanning en een hoofd vol nieuwe verhalen, als hij aankomt, dan weet ik dat het een goede dag geweest is. Dat is enkel mogelijk dankzij jullie. Jeugdigheid is niet enkel een leeftijd. Jeugdigheid is ook een ingesteldheid. Maar het is vooral een blik die ons kan leren om de wereld anders te bekijken. Zodat morgen beter is dan vandaag. Zoals men mij vaak in Frankrijk le petit belge genoemd heeft, heeft dat mij vaak ook sterker gemaakt. Zelfbewuster gemaakt, meer op mijn eigen strepen doen staan. Laat niemand u vertellen dat u klein bent. Laat niemand u vertellen dat u onbelangrijk bent. Jeugdbewegingen zorgen ervoor dat ons zelfbewustzijn zich versterkt en dat we sterker op onze benen staan. Ik hoop dat die spirit en die goesting jullie allen zal blijven inspireren. Ik dank u. Merci beaucoup. Dank u wel, eerste minister Alexander De Croo, voor deze inspirerende woorden. Ik was aan het denken, jeugdbewegingen, dat is mensen samenbrengen. Wel, als er nog iets is in de maatschappij wat dat steenvast doet en in slaagt, dan is het wel muziek, geef nu toe. Positieve gedachten, misschien wat negatievere emoties. Music connects, en dat willen we vandaag ook doen. En we hebben daarvoor Montissa uitgenodigd. En ik heb misschien wel een beetje gelachen over het Eurovisie Songfestival, maar ze is alvast een van de kandidaten die ons land daar gaat vertegenwoordigen. En terecht, want Montissa, zij ademt België. Elle incarne vraiment l'âme belge. Elle a été éduquée à Denderley, au grandi donc d'une double culture, hein, néerlandophone et francophone. Jullie kennen haar misschien van The Voice Kids Vlaanderen, ou peut-être que vous allez la reconnaître de Voice Belgique et France, où elle a vraiment conquis les cœurs du public. Ik weet dat ze op tijd terug in Parijs moet staan voor een live show, dus ik ga niet meer te veel babbelen. Maar ik wil wel nog meegeven dat ze vandaag speciaal voor ons het nummertje BAM brengt. C'est une chanson autobiographique sur le début de sa carrière. Mais BAM, ça veut naturellement aussi dire le battement du cœur. En als ik zeg BAM, waar gaat uw hart sneller van slaan? Dan is het ongetwijfeld van haar prachtige stem. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Montissa.
les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale, tout à coup me frôleur, et jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. De tout cœur, merci Montissam, et on se revoit tout à l'heure. D'abord, la place, la parole aux jeunes. Ik zou u met evenveel enthousiasme willen vragen om die jongeren van de jeugdbeweging hier te steunen, want ik kan me inbeelden dat het nogal indrukwekkend is om hier vooraan te zitten. Maar goed, we gaan dat samen doen, daar gaat het om. Samen staan in die maatschappij. Misschien heel kort wel, dat we ieder om beurt even kunnen aangeven waarom jullie eigenlijk bij een jeugdbeweging zitten. Je crois que pour commencer, c'est peut-être sympa de partager pourquoi est-ce que vous faites partie d'un mouvement de jeunesse, brièvement. Ik zal altijd in volgorde beginnen van Giro Jeugd Vlaanderen. Flore, vertel. Sinds het eerste leerjaar zat ik eigenlijk gewoon elke zondag op de Giro. En dat was elke zondag gewoon even knop op nul en gewoon je amuseren met je vrienden. En elke zondag opnieuw, dat was zo een vast ritme.
En nu zit ik er nog steeds in, dus dat betekent dat wel leuk is. Ja, dat is gewoon elke zondag. Was de hobby gewoon keileuk. Elke zondag structuur, maar toch ook weer een beetje out of the box plezier maken. Joséphine, raconte pour vous pourquoi est-ce que vous appartenez au guide? Au début, ce sont mes parents qui m'ont mis au scout parce que j'étais toute petite. Mais après, c'est moi qui ai décidé à continuer parce que les scouts, c'est comme une famille. Tu te retrouves à chaque fois et tu as toutes tes très bonnes amies qui sont là-bas et avec le camp. Et à chaque fois quand tu te réunis, tu crées des liens très très forts. Des liens, j'entends ici. Stans, ja, vertel eens bij jou, waarom bij Vos Open Scouting? Wel, mijn zus was de eerste en die had allemaal jeugdbewegingen uitgeprobeerd in de buurt. En ze vond Vos het leukste. En ze kwam elke zaterdagavond thuis met allemaal leuke verhalen. En ik wou ook zo mee gaan doen. Dat geloof ik. Je crois que Johan, toi aussi, hein, tu as des histoires amusantes. Ou pourquoi est-ce que tu participes au scout? Alors moi, c'était un ami à moi qui m'a proposé de venir quand j'avais 6 ans, essayer un samedi comme ça, venir au scout. Et ça m'a direct très bien plu et je me suis fait beaucoup de nouveaux amis là-bas, avec qui je m'entends encore très très bien aujourd'hui. Et maintenant, même j'anime maintenant avec ces amis que j'ai rencontrés à l'époque quand j'avais 5-6 ans. Et voilà, ça me plaît toujours autant. Dat doet ons heel veel plezier om dat te horen. Sibe, hè, jullie zijn vooral bezig natuurlijk met natuur, milieu. Wat was voor jou de insteek om jou aan te sluiten bij een jeugdbeweging? Ja, mijn ouders hebben mij daartoe, hebben mij JNM leren kennen. En daar heb ik mijn familie, tweede familie, gevonden, omdat we dezelfde interesses hebben en ja, dezelfde meningen soms ook delen en met elkaar kunnen praten over dingen. Alors, dankjewel. Adrien, tu as 20 ans maintenant, ça veut dire que c'est un choix à toi d'être chez Patro. Pourquoi? Effectivement, donc au départ, ben, quand j'avais 4 ans, c'est mes parents qui m'ont dit tu iras au Patro comme ils ont été au Patro. Et maintenant, ben, j'ai le choix de rester au Patro et j'y reste parce qu'on y crée des liens, on a plein d'amis et surtout, ben, c'est une deuxième famille. Et si on a déjà du mal, dans certains cas, de se défaire de sa première famille, c'est encore plus difficile de se défaire de sa deuxième famille. Donc on reste dans le mouvement jusqu'au plus longtemps possible. Mais il ne faut pas oublier que c'est un mouvement de jeunesse. Et donc à un moment, il faudra dire au revoir à la deuxième famille. Pas trop vite, hein, je l'espère en tout cas. Robin, waarom jij bij KAJ? Omdat dat voor mij een tweede thuis was. Mijn ouders hebben me al leren kennen. Omdat ze daar ook al sinds jongs af aan in zaten. Ik ben daar ingezeten sinds ik geboren was. Zij waren kookouders toen, die pakken me altijd mee. Er wordt daar niet gepest, dat is ook heel belangrijk voor mij. Omdat ik in mijn... Nog altijd eigenlijk nog... Soms af en toe nog eens gepest wordt. En dat is iets dat nog altijd gebeurt. Voor mij is het ook belangrijk dat daar niet gekeken wordt naar mijn defects, mijn slechte punten, maar naar mijn sterktes. Dus bijvoorbeeld niet naar mijn... dyslexie, mijn ADHD, die dingen, maar dat ze kijken naar wat ik wel kan, mijn creativiteit, die dingen. Als ik jou zo hoor, dan heb ik zo het gevoel dat je zegt van, goh, voor mij als jeugd, hè, niet alleen Robin, maar de jeugd, de uitdagingen in de maatschappij, die zijn er toch wel. Hè? Je wil meer inclusie, je wil meer inzetten tegen pesten en dat kan je dus blijkbaar allemaal bij jouw jeugdbeweging vinden. Dat is fantastisch om te horen. Zijn er zo nog uitdagingen waarvan je zegt... Goh, voor onze leeftijdsgroep in deze maatschappij is dat toch wel moeilijk? Iets wat jou te binnen springt. Digitalisering, maar daar worden jullie denk ik... Ja, digitalisering bijvoorbeeld, dat is inderdaad iets waar wij mee werken. Vroeger werden er flyers gemaakt en werden er via papier dan bij de brievenbussen mededelingen gegeven van wat de activiteiten gingen zijn van die week dan. En nu wordt het allemaal via Instagram, sociale media allemaal gedaan. Dus dat is ook al iets dat veranderd is. Maar ik kan me inbeelden dat voor de jeugd die hele social media ook moeilijk is. En dat misschien ook dingen zijn die in jeugdbewegingen besproken kunnen worden. Lily, raconte-nous pourquoi est-ce que toi, à un certain moment donné, tu te dis, bien, je vais aller rejoindre les scouts et guides pluralistes. Moi, c'est directement moi, quand j'étais plus jeune, je voulais, quand j'étais petite... Je voyais dans ma rue et un peu partout, parce qu'il y en a partout. Et j'en avais parlé à mes parents et j'avais déjà un peu négocié. Et finalement, ils ont accepté et j'ai été
d'abord au Louveteau. Une année, ça m'a plu. Et après, j'étais au scout et ça m'a encore plus plu parce que c'est différent, mais c'est aussi très, très chouette. Et j'y suis restée et voilà. Avant de commencer cette cérémonie, tu m'as dit, Virginie, je trouve que pour moi, faire partie d'un mouvement de jeunesse, c'est surtout créer des talents, parce qu'on peut aller faire du sport, musique, mais surtout chez les mouvements de jeunesse, tu crées d'autres talents. Alors lesquels, par exemple, as-tu créé ? Déjà, il y a plein d'apprentissages différents, comme tous les trucs durant les camps, faire du feu, faire des nœuds, réussir à créer des structures sur lesquelles on peut vivre pendant 2-3 semaines. Et aussi, il y a ce côté apprendre à vivre en groupe et qui ne sont pas ta famille de base. Et c'est aussi apprendre à vivre dans un environnement différent que chez toi, dans ta maison. C'est beaucoup s'adapter et apprendre à savoir s'adapter et à rebondir dans des situations des fois qui peuvent être pas comme dans la vie de tous les jours ou un peu différentes. Donc voilà, c'est plein de valeurs comme ça qu'on apprend. Et tu m'as dit que cuisiner ensemble, c'est une de tes activités préférées. Quel est ton plat préféré chez les scouts hein? Oui, alors c'est vraiment tout bête. Moi, nous, on avait une sorte de tradition, c'est à la fin d'un grand camp, on fait toujours très simple, on fait saucisses, compotes et chips. Et c'est, c'est très très bon, c'est très simple et c'est incroyable, je vous jure. Ça a l'air très bon. Hein. Peut-être déjà une idée pour les fêtes de fin d'année, pourquoi ouais. Pas. Stella, alle gekheid op een stokje. Hè. Lol maken mogen we vandaag ook. Hè. Het gaat om jeugdbewegingen. Dat is niet alleen de maatschappelijke uitdagingen ons serieus nemen en daaraan werken. Dat is natuurlijk ook een leuke tijd samen doorbrengen. Waarom ben jij bij Scouts en Gidsen Vlaanderen gegaan? Ik zit ook al van het eerste leerjaar op de Scouts. En ik heb daar echt de vrienden voor het leven gemaakt en de leukste avonturen beleefd. Ik ben jarenlang ook lid geweest zelf. Maar vanaf dit jaar ben ik dus leiding. En ik hoop de komende jaren dus al de leden ook die avonturen te mogen meegeven en al die lessen mogen te leren als leiding nu. Ja, ik kan me daar zeker in terug. En ik heb zelf ook bij de Scouts gezeten. Mijn twee kinderen die hebben ook trots hun sjaaltje om vandaag, omdat ik het zelf heel belangrijk vind dat je daar bepaalde vaardigheden leert die je niet in een sportclub nog op school leert. En wat ik daar ook heel belangrijk vind, en ik denk dat dat met de jaren nog belangrijker is geworden, is bij een jeugdbeweging is iedereen welkom. Ik denk, ja, Stans, dat jullie daar zeker nog meer op inzetten, het feit dat, ja, een beetje die inclusie? Ja, bij FOS hebben wij een somtarief. Dat is dat je goedkoper kan inschrijven, zodat zeker iedereen een kans heeft om mee te doen bij ons. En zo hopen wij ook iedereen te bereiken. Absoluut. Ik denk dat Robin, hè, je zei het zelf al, ik vind dat geen beperkingen natuurlijk, maar je zegt hè, het is voor mij al moeilijker in de gewone maatschappij. Daar bij mijn jeugdbeweging kan ik mij volop uitleven. Wordt niet gekeken naar wie of wat mensen zijn. Iedereen welkom. Helemaal mee eens dus. Ja, helemaal mee eens. Wij zitten ook in op dat iedereen zich zo goed mogelijk voelt bij de KAJ. In het algemeen. We hebben ook bijvoorbeeld, het is nu een voorbeeld bij ons in een afdeling waar ik zit, hebben we iemand die trans is, die is 14 jaar en die voelt zich heel goed bij de KAJ. En toen hij daar binnenkwam, was het eigenlijk, hij was heel onderdoek, hij wou zo niks zeggen, hij was zo heel rustig en hij wou niks doen. Nu is hij echt een actieve jongen die heel graag met alles meedoet. Dus het kan wel. Absoluut, en dat horen we graag natuurlijk. Wat mij ook een beetje aan de Scouts doet denken, ik heb zelf ooit mijn tafel moeten sjorren die dan ineengestort is. Dus echt een talent was ik niet, denk ik. Maar het gaat wel ook om leren omgaan met onvoorziene omstandigheden, situaties. Is er zo eentje die jullie ja, in het oog springt nu? Of waarvan je zegt, oh ja, daar heb ik toch wel moeten tonen dat ik heel flexibel was. Mijn zoontje bijvoorbeeld, die is met heel het kamp moeten gaan vluchten voor een grote storm in Mazeik. In de maand juli, onvoorziene omstandigheden. Doe eens maar, hebben jullie dat meegemaakt? Twee jaar geleden was er heel veel regenval. En toen kregen wij het bericht dat het Albertkanaal ging overstromen. Dus moesten wij midden in de nacht evacueren. Alle tenten opruimen, in de camion laden en wegwezen. En dat was dan toch wel even goed organiseren en samenwerken en coördineren.
Dat leer je daar dus ook. Wat ik vooral heel leuk vond, is dat ik dacht, ik ga die vraag gewoon stellen. Want vinden jullie jeugdbewegingen nu zo leuk, omdat dat een plek is waar geen ouders aanwezig zijn? Ik weet niet of de mama's en de papa's in de zaal dat graag willen horen, maar is het waar dat de mouvement de jeunesse, eh bien, c'est chouette parce qu'il n'y a pas les parents? Qui ose répondre? Ja, ik denk dat dat zeker wel een factor is die meespeelt. Omdat, ja, inderdaad, op school, als je iets fout doet, krijg je direct een nota en weten je ouders het direct, maar op de giro kan dat wel een keer. Ga je toch niet verklappen wat je, of wat iemand ooit neemt? Wat de rol? Nu, die leiding die neemt natuurlijk ook wel een verantwoordelijke rol, hè? Ja, maar het is eerder samen iemand een beetje terechtwijzen op bepaalde waarden en normen. Is het eerder zo dat je het aanvaardt? Dan dat één ouder u echt... Ja, je moet gewoon samen... Ik zit nu ook net in de leiding. En het is wel zo, er is geen volwassene, dus nu moeten we gewoon zelf ons plan trekken. En dat leert u ook wel om zelfstandig te zijn. En om grenzen op te zoeken. Zodat het wel verantwoordelijk blijft, maar dat wel leuk blijft. Is dat zo? Ervaren jullie dat, dat het vooral is zelf een beetje die grenzen opzoeken in plaats van ze opgelegd krijgen? Is dat ook een voordeel? Vous croyez que c'est un atout des mouvements jeunesse que voilà, il n'y a pas les parents qui disent oui, vous pouvez faire ça ou non et que vous allez à la découverte vous-même. D'accord, pas d'accord? Oui, personnellement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. C'est qu'on doit se chercher nous-mêmes et chercher les limites auxquelles on peut dépasser. Enfin, c'est toujours clé, essai, erreur. Donc, on essaye, puis on voit qu'on ne peut pas. Et donc, là, on revient en arrière, on sait qu'on ne devra plus le faire. Or, que s'il y a les parents qui nous disent, non, voilà, tu ne peux pas, généralement, on ne va pas essayer. Enfin, on va toujours essayer, mais ils vont nous rappeler à l'ordre aussi vite. Donc, ici, au patro, il n'y a personne pour nous rappeler à l'ordre. Enfin, dans les mouvements de jeunesse, il n'y a personne pour nous rappeler à l'ordre. Et donc, on va essayer, on va voir, non, ça ne fonctionne pas, ou on se plante. Donc, on sait que les prochaines fois, on ne doit plus faire comme ça. Et un peu ce contrôle, mais des jeunes du même âge. Voilà, c'est ça. Ceci pour le développement personnel. Bon, je crois aussi mouvement de jeunesse, c'est aventure, esprit ouvert, hein, un peu osé aussi, mais la nature y appartient aussi. Stella, hè, jeugdbeweging, dat is ook echt wel op avontuur gaan. Jullie hebben dat gedaan in Albanië. Absoluut. Ik ben vorig jaar met mijn groep naar Albanië geweest, op buitenlands kamp. En wij hebben daar een soort trail gedaan door de bergen. En dat is iets dat ik nooit ga vergeten. Dat was super zwaar, maar als je er nu op terugkijkt, was dat onvergetelijk en helemaal waard. Ja, en is dat dan in het kader van een internationaal kamp? Daar wil ik het straks ook over hebben. Hè, dat we bepaalde, ja, we hoorden het net van onze premier, dat we het land zijn met beste jeugdbewegingen. Proberen jullie dat dan ook in het buitenland zo tot uiting te brengen? Ja, wij zijn nu zelf met onze scouts naar het buitenlandskamp geweest. Maar er bestaan dus ook kampen zoals de Jamboree. En dat zijn dus scouts over heel de wereld die samenkomen. En dan eigenlijk samen op scoutskamp gaan. En dat moet een onvergetelijke ervaring zijn. Want je leert, we zijn allemaal van de scouts, maar allemaal op een ander op een andere manier, andere cultuur. Dus ik denk dat dat wel iets is dat super speciaal is. Fantastisch om te horen. Siebe, natuur, milieu. Ja, dan moet ik wel mij tot jou richten natuurlijk. Hè? Vanuit de jeugdbeweging Natuur en Milieu. Wat specifiek zou je met ons publiek vandaag willen delen? Want ik denk dat alle jeugdbewegingen respect voor milieu en natuur tonen. En dat wil ik hun dadelijk ook vragen. Maar wat in bijzonder doen jullie dan voor ons milieu? Ja, JNM staat eigenlijk, JNM heeft drie pijlers, dat is jeugd, natuur en milieu. Onder natuur valt natuurstudie en natuurbeheer. Dus we hebben activiteiten, dus we plannen maandelijks activiteiten. En daarbij is meestal één pijler aanwezig. Dus zo hebben we laatst, vorige week was er een beheeractiviteit met West-Vlaanderen en hebben we een weekendje beheerd. En hebben we de natuur eigenlijk geholpen in samenwerking met Natuurpunt. Zo doen we ook een natuurstudie voor het 1000 soortendag. Dan proberen we met heel JNM 1000 soorten in totaal te vinden, verschillende soorten. En ja, determineren we van alles wat we tegenkomen. Zo leren we de jongeren ook van wat is onze omgeving, wat brengt onze natuur en België ons. En ja, leren we België beter kennen. En zo hebben we ook onze pijler milieu. En daar geven we vooral info rond, debatteren we. Bespreken we meningen over van ja, hoe moet het milieuprobleem aangepakt worden?
hoe kunnen wij als jongeren ons daarvoor inzetten? En bieden wij ook steun aan jongeren die het daar ook mentaal moeilijk mee hebben? Want dat mag ook niet vergeten worden. En zijn wij zo in samen, ja, familie ook weer daar rond. Wauw, Siebe, dat klinkt fantastisch. Wat is zo het meest opmerkelijke waar je zelf hebt bijgeleerd tijdens zo'n natuurdag? Eerst en vooral hoeveel verschillende soorten er zijn en hoe weinig we ervan weten. Zelf ben ik daar nog, heb ik nog veel bij te leren, maar ook beheer van hoe dat de mens en de natuur kunnen samenwerken en hoe dat we op een dag zoveel werk kunnen verzetten en heel veel gras kunnen samenbrengen om dan uiteindelijk de natuur te helpen en het jaar daarna prachtige natuur te zien. Ik denk dat ze daar hier in de Senaat nog eens over kunnen debatteren, want ik vind het een fantastische insteek. Dankjewel, Siebe, natuurlijk. Josephine, voilà, je viens vers toi. Car je crois, après nature, il est également important de parler de cette cohésion, la dimension collective. Chez vous, c'est assez particulier, hein? Oui, alors chez nous, on accueille des jeunes en situation d'handicap. Et moi, ça fait 9 ans que je suis dans l'unité. Et j'ai appris à grandir, à me construire moi-même grâce à les jeunes en situation d'handicap. Ils nous apprennent de profiter des petites choses. On reçoit un goûter, mais les jeunes en situation d'handicap sont très très heureux d'avoir un goûter, alors que c'est juste un goûter, certains diraient, mais ils nous voient la vie d'un côté très joyeux, et moi ça m'a vraiment énormément appris tout au long de ces années. Want na dus persoonlijke ontwikkeling, natuur en milieu, willen we het ook wel hebben over die samenhorigheid. Ik heb het al een beetje lachen gezegd, maar zingen, dat is nu toch iets wat ze volgens mij bijna alleen bij jeugdbeweging, in mijn sportclub, in mijn fitnessclub, wordt er niet gezamenlijk gezongen. Waarom dan wel bij jeugdbeweging? Waarom doen jullie dat, denk je? Ik weet dat het misschien een rare vraag is, dat je denkt, daar heb ik nu nog nooit over nagedacht, maar dat is toch wel iets typisch voor jeugdbewegingen, hè? Dat zorgt voor heel veel verbondenheid, want iedereen die kent die liedjes. En dat is echt gek dat iemand van het eerste leerjaar hetzelfde liedje zingt als iemand uit de leiding en dat met evenveel plezier zingt. En ja, dat zorgt gewoon ook voor emotioneel. Soms is er een triest liedje, soms een heel leuk liedje. En aan het kampvuur, zalig om die liedjes te zingen. Dat zorgt echt voor verbondenheid. Ik ga dat testen, maar ik kan eigenlijk niet zo goed zingen, hè. O Heer, de avond is neergekomen. De zon is ongeduisterklomp. Voilà, on va le faire en français aussi, hein. Seigneur, rassemblé près des tentes. Inderdaad, fantastisch, hè. Dit was niet geoefend, niet gerepeteerd. En je ziet wel die verbondenheid die wij hier creëren. Los van verbondenheid. Samenhorigheid wil ook zeggen samen dingen doen. Wat exact heb je bijvoorbeeld al eens gedaan bij zo'n jeugdbeweging waarvan je zegt, dit had ik nu nooit alleen kunnen doen. Ik denk maar een dropping of een tent opzetten of Robin. We hebben in Assen bijvoorbeeld al, eind september hebben wij een autoloze zondag georganiseerd. Dat was de straat, was helemaal afgezet. En we hebben daar een soort van café / een evenement georganiseerd met een podium met dan een zangergroep en van alles en nog wat dat daar stond. En dan hebben wij een kraam gehad dat hotdogs en hamburgers verkocht. En wij als KJ stonden daar dan achteraan in de zaal, stonden wij dan drank te verkopen. En we hebben daar samenwerkt met KWB en Okra. En dat was heel goed gegaan. En we hebben toen gewerkt met de mensen van Bornem en van Assen. We hebben die laten samenkomen, want ik ken ze allebei, de groepen. En ik heb die dan uitgenodigd voor dan samen te komen helpen bij het werken van de dranktappen, drank serveren, gaan bedienen, alles erop en eraan, afwassen. Dat was heel goed gegaan en ja, dat was heel tof. Een beetje samenhorigheid creëren om je in te zetten voor een nog hoger doel, hè, dat van een autoloze zondag, waarbij het ook weer gaat op verkeersveiligheid en mensen duurzamer laten verplaatsen. Dat is ook iets wat ik aan deze kant al een paar keer gehoord heb. Als we kijken naar goede doelen, mijn eigen kindjes hebben zich vorige week met de scouts ingezet voor 11-11-11. Wat doen jullie zo bijvoorbeeld, Floor? De Giro is de meter van een kindje in Zuid-Amerika. En elke maand gaat er €5 van onze Giro-kas naar dat kindje dat hij ook naar school kan gaan en zo. En bij de jongens Giro
Als zij spaghettiavond doen, gaat altijd 1 euro van het budget dat zij krijgen naar een goed doel dat elk jaar anders is. Dus dat is al wel 11 geweest, maar dat kan ook iets anders zijn. Ja, en ook inzetten vooral op lokale. We kunnen goede doelen stellen. Nog beter is als we lokale dingen doen. Hebben jullie daar voorbeelden van? Iets waarvan je zegt van ja, dit hebben wij in onze lokale gemeenschap specifiek gerealiseerd. Joséphine? Donc nous on a été dans un centre avec des adultes en situation d'handicap. Et avec la patrouille, on a juste passé une après-midi avec eux. On a fait une recette de cookies. Et juste le fait de passer du temps ensemble, tu es présent et tu les amuses pendant une après-midi. C'est chouette pour eux, mais aussi pour toute la patrouille, parce qu'on s'est tous très bien amusés pendant toute l'après-midi. Ik dacht dat er nog voorbeelden waren van in te zetten op de lokale gemeenschap. Dat heeft dan niet alleen te maken met samenhorigheid, maar ook met burgerschap natuurlijk. Ook een belangrijke waarde in onze democratie. Hè? Ja, wij met onze scouts, wij onderhouden ook trage wegen. Dus wij doen een deel van het beheer bij onze stad. En ja, wij zetten ook nog steeds in voor diverse achtergronden, zo. Wij proberen overal te raken. Ooit is een groep ook spelletjes gaan spelen met kinderen uit een asielcentrum, zodat zij ook eens een leuke spelletjesnamiddag zouden beleven. Mm-hmm. Samenhorigheid, burgerschap. Hebben jullie daar nog voorbeelden van? Nee? Oui? Encore quelques exemples. Cette citoyenneté, elle est importante également, naturellement. C'est pas on s'amuse, on se salit, c'est également on donne pour la société, n'est-ce pas? Wij hebben zo een paar jaar geleden een actie gedaan met heel J&M. We hebben parkings ingenomen om eigenlijk duidelijk te maken van dit kan speelruimte zijn, dit kan natuur zijn, dit kan eigenlijk plaats zijn waar de jeugdbewegingen zich kunnen amuseren. En zo hebben wij een hele dag eigenlijk aan de mensen duidelijk gemaakt van kijk, al deze parking die we in steden hebben en dorpen, kan ook voor andere dingen worden ingezet. Natuur, milieu, ruimte hoor ik hier. Ik heb ook al heel veel inclusie gehoord, diversiteit. Stella, ik dacht dat jij ook nog een emotioneel verhaal met ons zou delen vooraleer we het gaan hebben over de fratsen die jullie uitspreken. Bij ons in de Scouts, wij doen verschillende activiteiten doorheen het jaar om geld in te zamelen. En dat doneren wij dan daarna aan een goed doel dat heel nauw aan ons hart ligt bij ons binnen de Scouts. Enkele jaren geleden heeft een van onze leden zichzelf van het leven beroofd. Dus wij doen dan geld inzamelen doorheen het jaar. En dat gaat allemaal naar het goed doel de zelfmoordlijn. Dus dat ligt heel nauw aan ons hart binnen de Scouts. En we willen dat ook absoluut niet vergeten. Dus daarom is dat een superbelangrijk ding binnen onze Scouts. En daarvoor zamelen wij dus altijd geld in. Absoluut, wauw. Ergens, Stella, hoor ik hier ook van, ja, wij maken dat thema bespreekbaar, want het is al een moeilijk thema, zeker bij jongeren. Is dat ook iets, die vraag was nu niet voorbereid, maar is dat iets waarvan je zegt, dat is nu ook nog eens een troef van de jeugdbeweging? Wij maken als spelenderwijs thema's, moeilijke thema's, gevoelige thema's onder jongeren bespreekbaar. Absoluut, want zo'n dingen gebeuren ook, dat is realiteit, dus iedereen moet daarmee leren omgaan. Ook kinderen vinden wij, absoluut. En de mentale gezondheid van kinderen is ook mega belangrijk. En via de Scouts, via Scouts en Gidsen Vlaanderen, willen wij daar veel aandacht aan geven. Maar dat kunnen we dus ook niet alleen. Dus ook alle hulp is eigenlijk welkom. Dus ja. Est-ce que toi, par exemple, tu te dis, oui, c'est vrai, hein, grâce à ces mouvements de jeunesse, c'est ce dialogue ouvert comme on l'a ici? Oui, effectivement. Donc, j'écoutais la traduction, hein, mais... Oui, les mouvements de jeunesse permettent vraiment d'aborder tout sujet et généralement des sujets un peu plus tabous comme le suicide ou alors aussi il y a la transsexualité, enfin tout ce qui est Evras. Mais nous, au Patro, on forme nos animateurs, on forme toutes les équipes de cadres qui seront amenées à accueillir des enfants pour si jamais ils veulent parler de ce sujet, eh bien ils doivent se sentir libres et vraiment. On est en zone entre jeunes et on doit vraiment être libre et à l'aise de parler de tout et n'importe quel sujet. Heb je soms het gevoel bij zo'n jeugdbeweging dat je sneller met vragen en problemen bij de kameraadjes daar terecht kan dan die op school bijvoorbeeld? Merk je dat er een andere vibe, een andere open dialoog heerst? Oui, moi je trouve que au guide, nous à la troisième année guide, on a quelque chose qui s'appelle la qualification. C'est un moment où
tu vas recevoir un film, un livre ou un endroit qui va te décrire ton caractère. Et pour ça, tu vas écrire tout un texte à propos de toi-même. Et tu vas le lire à ton staff. Et ce qui, pour moi, c'est un moment où tu peux vraiment te déployer à ton staff. Et ton staff, il est présent pour toi. Mais aussi, les liens qui sont très forts, tu peux vraiment tout leur raconter. Et ils vont te soutenir, quelle que soit la situation. Wauw, Josephine, ik denk dat dat iets is wat wij ook mogen introduceren in ons leven. Een kleine zelfreflectie, iets over jezelf schrijven en dat delen met de groep en daar dan feedback op krijgen. Nu, we zitten hier met een zaal, hè, met heel wat prominenten ook. Stel nu dat je zegt, oh, wij jeugd, wij zouden toch nog graag iets verwezenlijkts willen zien. Vanuit die jeugdbeweging dan. Wat hebben jullie nog nodig? Vous avez encore besoin de quoi en ce qui concerne les mouvements de jeunesse pour encore mieux fonctionner, ou peut-être que tout fonctionne déjà bien, hein, et que c'est une question inutile. Si par exemple, vous avez un rêve ou encore un choix à faire ou quelque chose de laquelle vous rêvez, ce serait quoi aussi, justement, pour les gens qui sont ici présents dans le Sénat, qui peuvent réaliser ces rêves? Ah oui, donc... Là, je vais m'adresser au ministre, alors. Hein. Et donc, à tout le monde, surtout à vous, monsieur le Premier ministre, en fonction. Hein. Donc, surtout un soutien pour les mouvements de jeunesse. Dans la prochaine mandature, j'espère, continuer à soutenir les mouvements de jeunesse et les jeunes, pas forcément que ceux qui appartiennent au mouvement de jeunesse, mais tous les jeunes de Belgique. Et surtout, je vais prendre l'exemple du patro. Nous, pour le moment, nous sommes en difficulté dans certains patros de trouver des endroits de camp. Donc ça, avec les nouvelles réformes, ça pose problème, la recherche d'endroits de camp et surtout le nombre. Nous sommes un mouvement de jeunesse. Nous, on est avec une moyenne de 99 personnes dans chaque groupe et certaines villes nous interdisent d'être aussi nombreux en camp. Donc peut-être essayer de trouver une solution pour ça dans l'avenir, sur le fait de pouvoir accueillir également de grands groupes au sein des villes et d'un même endroit de camp. Merci de passer et partager le message. Je vois beaucoup de gens qui disent « oui, voilà, il a raison ». Nog iets waarvan jullie zeggen « oh, dit kan nog beter » of zonder bekritiserend te zijn, als je zegt van « dit zou ik nu echt nog wel eens gerealiseerd willen zien voor mijn jeugdbeweging ». Als het niet is, betekent dat zal heel goed werk leveren natuurlijk. En ik ben er zeker van dat ze jullie gaan blijven steunen. Stel, een aantal jongeren komen naar jullie toe en zeggen, goh, wij twijfelen om bij een jeugdbeweging te gaan. Wat zou je hen zeggen? Welk advies? Kort en krachtig. Moi, je dirais, vas-y, les scouts, ça te construit. Et tu peux retrouver une deuxième famille, comme on l'a déjà dit. Et tu peux apprendre vraiment plein de choses des scouts. Est-ce qu'il y a déjà un exemple de quelque chose que tu as appris chez les scouts et que tu as utilisé à l'école ou à la maison, par exemple? Je n'ai pas forcément utilisé, mais au scout, j'ai appris une valeur très importante de la bienveillance. Et dans ma compagnie, c'est quelque chose qui est très présent, et dans l'unité aussi. Et chacun est bienvenu. Et donc... parfois, il y a des gens avec qui tu t'entends un peu moins bien, mais c'est toujours important d'être bienveillant, même si tu t'entends moins bien avec les gens. Merci pour ce joli message. Je crois que nous touchons presque à la fin de ce panel. Il y a encore plein de choses à partager, naturellement. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier et demander, en un mot, je sais que ce n'est pas facile, hein, de décrire... ce que ça signifie pour toi, mouvement de jeunesse. Misschien ter afsluiting heel kort in één woord vragen wat een jeugdbeweging voor jou betekent. Flore. Verbondenheid. Verbondenheid. Josephine. La bienveillance. Stans. Amusement. Johan. Épanouissement. Siebe. Familie. Familie. Adrien. Comme famille, adjecté dit, amitié. Robin. Een tweede thuis. Lily.
Découverte. Découverte. Stella? Allerbeste vrienden. Wauw, fantastisch. En een heel gevarieerde antwoorden. Dat betekent ook, denk ik, dat het toont hoe gevarieerd de bijdrage van jeugdbewegingen wel niet is op onze jongeren in de maatschappij. Mag ik misschien toch een applausje vragen voor deze fantastische mensen in Vlaanderen Blauw? C'est pas facile de s'exprimer, surtout dans un endroit, un lieu aussi emblématique. Alors justement, pour partager, hein, et en signe de reconnaissance pour le soutien que la famille royale a également pour les mouvements de jeunesse, j'ai compris que les jeunes ont prévu un petit cadeau. Peut-être que Flore, je peux déjà vous accompagner vers le roi Albert. Des cadeaux personnalisés avec une belle histoire. J'ai même appris que Sa Majesté le Roi Albert a également été chez les scouts. C'est ça que j'ai compris. Donc voilà. Een glaskader van de oprichter van KAJ.
le fondateur. Hein, on peut les mettre en avant également aujourd'hui. Merci beaucoup. All good things come in three, zeggen ze altijd natuurlijk. Mesdames et messieurs, cela veut dire que nous touchons à la fin de la partie officielle presque de cette cérémonie. Je crois qu'on a eu pas mal de sujets que nous avons abordés. En ik denk dat we heel wat inspiratie, informatie in onze mental goodie bag hebben gehad. Misschien nog eens goed om alles op een rijtje te zetten. Donc, pour le discours de clôture, je voudrais céder la parole au président de la Chambre, de heer Peter De Rover, die we sowieso ook al willen bedanken voor zijn actieve deelname en dus ook op dit moment een heel erge steun voor de jeugd en de jeugdbeweging. En mesdames et messieurs, la parole à Peter De Rover. Sire, mevrouw Monseigneur, madame la présidente du Sénat, meneer de eerste minister, beste collega's, dames en heren, mesdames et messieurs, beste leden van de jeugdbeweging, chers membres du mouvement de jeunesse. Je ne sais pas, présidente de la Sénat, si les débats sont toujours aussi intéressants ici. Pour être honnête, j'en doute. Als men onder jongeren komt, dan zou men de neiging kunnen hebben om zich ouder te voelen. Het verschil wordt trouwens elk jaar groter. Maar ik heb 30 jaar in het onderwijs gestaan en ik heb de ervaring dat veel contact met jonge mensen ook jezelf jonger houdt. Dat is een verjongeringskuur. Toen ik dan in de politiek ben gestapt, is het snel weer misgelopen, dat geef ik toe. Maar dat is ook hier, denk ik, weer gebleken. En dat is een mooie vaststelling, want het is eigenlijk niet zo heel lang geleden, eind jaren 90, begin van dit millennium, dat er een beetje de rouwklokken werden geluid over het fenomeen jeugdbeweging. Het leek alsof de digitale wereld in de plaats was gekomen van wat eigenlijk de echte wereld is die beleefd wordt in die jeugdbewegingen. De fut leek eruit. De ledenaantallen stagneerden. En het leek iets van het verleden te zijn. En het is fantastisch dat gebleken is dat dat niet waar is. Dat inderdaad die echte wereld, echte ontmoetingen, met echte mensen, leeftijdsgenoten, dat toch wel weerstand biedt tegen die digitale concurrentie, om het zo uit te drukken. Les jeunes, disait-on, n'avaient plus que faire d'activités de groupe hebdomadaires organisées par des associations d'avant-guerre, par des définitions ringardes. La crainte grandissait de voir l'individualisation croissante et le succès de toutes sortes de gadgets électroniques
porter le coup de grâce au mouvement de jeunesse. En ik wil deze jonge getuigen hier en degene die in de zaal zitten eigenlijk danken. Danken dat zij de levende illustratie zijn dat die vrees niet bewaarheid is geworden. En het is meer dan een oud instituut in leven houden. Het is dat ook voortdurend vernieuwen. Het is dat ook voortdurend nieuwe vormen geven. En dat jonge mensen, en dat is iets wat ik eigenlijk aan de iets minder jongeren hier zou willen meedelen. Jonge mensen zijn creatief, zijn jong, bruisen van ideeën enzovoorts, maar één recht zou ik durven bepleiten, één recht dat we moeten respecteren, dat is het recht van jonge mensen om zich te vergissen. Het recht van jonge mensen om niet voortdurend op elk woord te moeten letten, om niet voortdurend de angst te hebben dat ze aangesproken worden op een fout, of iets wat later fout blijkt, dat ze de vrijheid hebben om jong te zijn. Zo eenvoudig is het tenslotte. En we hebben trouwens gehoord dat ze zich niet alleen kunnen vergissen, maar ze kunnen ook heel verstandige dingen zeggen. Bijvoorbeeld, en nu vooruit. Geef ik het er maar even mee. Dat een inspirerende gedachte mag zijn die we zeker meenemen. Deze bewegingen bloeien. Ze bloeien meer dan ooit. Honderdduizenden kinderen en jongeren, tienduizenden leden, animatoren, vrijwilligers. Stel je de vraag van waar dat succes? Hoe komt het, die robuustheid van dat fenomeen? Wel, ik denk dat de samenvatting in één woord die dan niet gevraagd is, dat die er een antwoord op gegeven heeft. Verbondenheid, vriendschap, tweede thuis. Dat zijn inderdaad dingen die waardevol waren, zijn en altijd blijven. Elke jeugdorganisatie, jeugdbeweging heeft daarbij ook een eigen karakter. Bijvoorbeeld specifiek gericht op natuur en natuurbeleving, op het leren kennen van die duizenden soorten, duizenden manieren om in de wereld een rol te spelen als mens, als boom, als dier. Maar jeugdbewegingen zijn natuurlijk ook een manier van samenleven. Zonder bekeken te worden door de ouders of de betuttelende volwassenen. Eigenlijk vormen jullie, zeg ik dan vanuit onze dagelijkse bezigheid, eigenlijk vormen jullie ook voortdurend een soort parlementje. Een ruimte, jullie zullen het zo niet noemen, doe dat vooral niet, maar een ruimte waarin inderdaad oplossingen moeten gevonden worden voor problemen die zich plots aandienen. Bijvoorbeeld de overstroming van het Albertkanaal, om maar een concreet voorbeeld uit jullie getuigenis mee te nemen. En hoe dat dan doen, hoe dat aanpakken, hoe ervoor zorgen dat die tenten inderdaad in de vrachtwagen geladen worden en dat je tijdig het veld kunt verlaten. Vertrouwen, dienstbaarheid, solidariteit, dat zijn dingen die... Dat zijn mooie begrippen, je moet die oefenen. Je moet die concretiseren. En dat gebeurt niet in boekjes, dat gebeurt denk ik ook niet op sociale media. Dat gebeurt in de contacten met echte mensen, met jullie dus. En dus mooi is dan ook dat solidariteit opgevat wordt als iets wat dagelijks kan worden getoond in de eigen omgeving. Ook, zoals ook hier daarnet getuigenissen waren, dingen die in de samenleving misschien een beetje scheef bekeken worden en die je dan in die jeugdbeweging wel ongegeneerd kunt uiten. Daarbij ook, en dat vond ik ook wel een treffend moment, zeer zware problemen, zeer ingrijpende gebeurtenissen. En hoe ga je daar samen mee om en hoe werk je daarmee? Die Jugendbewegung, die leert dat man niemandem teruglassen darf. Dat man zich om een ander kümmern muss, soll und kann. Sie bildet ein Gegengewicht zur Entfremdung, die unvermeidbar mit der Individualisierung und Atomisierung unserer Gesellschaft zusammengeht. Leur caractère décontracté constitue un autre facteur de succès des mouvements de jeunesse. Les jeunes peuvent y être eux-mêmes
et se défouler. Ils peuvent oublier un instant leurs soucis, s'amuser simplement et nouer des amitiés, souvent, comme c'est dit ici, pour la vie. In dit halve front hebben mensen, niet weinige, oud-leden van jeugdbewegingen, een belangrijke rol gespeeld. Wellicht was degene die dan het eerst in de herinnering komt, was dan Jean-Luc Dehaene, die toch absoluut geen geheim maakte van zijn jeugdbewegingsachtergrond en van de rol en de invloed die dat heeft gehad in zijn maatschappelijk engagement. En dat wil dus zeggen dat hier vooraan en in de zaal ook de Jean-Luc Dehaenes van de toekomst aanwezig zijn. En dat is, je zou dus kunnen zeggen dat een jeugdbeweging een ideale leerschool is om maatschappelijk engagement op te nemen, om daar vorm aan te geven, om van de theorie, de mooie theorie, naar de veel moeilijkere praktijk over te stappen. Om beslissingen te nemen met als doel het algemeen goed van de jeugdbeweging, maar natuurlijk breder getrokken ook de hele samenleving. Alors maintenant, aujourd'hui, ce qui est démontré une fois de plus aujourd'hui, c'est que notre avenir, et je veux dire notre avenir en tant que démocratie, engagement, une conservation les uns avec les autres dans le respect des différences mutuelles, que cet avenir est assuré. Die toekomst, laten we hopen dat wij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan vandaag, dat wij dat doen op een manier dat het de toekomst niet hypothekeert, maar laten we eerlijk zijn, de toekomst zullen wij niet invullen. De toekomst zullen jullie invullen. En beste genodigden, ik wil daarom tegen die achtergrond alle jongeren hier aanwezig, maar als vertegenwoordigers van alle jongeren uit ons land, voor hun maatschappelijk engagement en voor het feit dat zij door hun aanwezigheid hier, maar vooral elke week opnieuw in de bijeenkomst van de jeugdbeweging aantonen, dat wie al te zeurderig, al te pessimistisch meent te moeten oordelen over de volgende generatie, dat die zich vergist. Ik dank u daarvoor om dat aan te tonen. Dank u wel om ook vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers deze mooie afsluitende en vooral samenvattende speech te geven. Over afsluiten gesproken, we richten ons een beetje naar de rechterzijde van de zaal. Car là nous allons accueillir Quintet de la Musique Royale de la Force Aérienne. Ceux qui seront là également pendant la réception pour nous fournir la musique d'ambiance. Mais dans quelques instants, nous allons donc écouter ensemble l'hymne européen. Ode à la joie, ode aan de vreugde, ode aan die Freude. Également un hymne qui est là pour la paix, l'unité et la solidarité. Dat niet alleen. Mentissa is er ook weer bij, car après l'hymne européen, il est grand temps naturellement hein, pour la Brabanson, ook ons Belgisch volkslied, mag vandaag niet ontbreken en is in een nieuw jasje gestoken door Mentissa. Onze nationale hymne die ook staat voor l'unité et la force. Je vous avais prévu au début que je vous allais signaler le moment où il est important de se lever, le respect pour l'Europe et certainement pour notre joli pays, la Belgique. Music, please. Thank you.
ira toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté, aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté. Het woord getrouw dat ge onbevreesd moest spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Dus het zonken, die grond die vrijheid hoort. Dus het zonken, die grond die vrijheid hoort. Le roi, la loi, la liberté. Dank je wel. Tout d'abord, merci beaucoup naturellement à la musique royale de la force aérienne pour cette interprétation de l'hymne européen. Merci beaucoup, Mantissa. S'il vous plaît, venez nous rejoindre car la présidente du Sénat, Valérie Debeu, aimerait bien vous remettre ce bouquet de fleurs pour cette belle interprétation de la Brabanson. Merci. We wensen je nog heel veel succes in Parijs. Straks ons landgoed altijd vertegenwoordigen en in de kijker zetten. Maar dat doe je ongetwijfeld. Dank je wel. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais maintenant demander à la famille royale de tout d'abord quitter l'hémicycle pour aller nous rejoindre pour la réception, accompagnée naturellement des autorités. En daarna kunnen wij hen gaan vervoegen. La salle de lecture, le salon royal et le salon vert du Sénat, qui sont au même étage, sont à votre disposition. Mais on vous guidera, mesdames et messieurs. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht, le roi, la loi, la liberté, für König, recht und Freiheit,
Dank jullie wel. Maak er nog een hele fijne Koningsdag van. Merci beaucoup.